Goedenavond. Hartelijk welkom allemaal. We beginnen 10 minuten later dan gepland, maar we gaan nu dan toch beginnen met de oriënterende ronde. Ik begin bij agenda punt 1, opening en mededelingen. Zijn er mensen die mededelingen hebben? Niet. Dan is de agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen voor de agenda? Ook niet. Dan zijn we bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Daar hebben zich 2 mensen voor aangemeld. Ik weet niet of er inmiddels meer mensen zijn die willen inspreken op de tribune, maar dat lijkt niet het geval. Dat betekent dat meneer Post en meneer Lubbers inspreken en dat gaat over agenda punt 4, vaststellen bestemmingsplan De Pol. En beide heren zijn volgens mij op de hoogte van de spelregels qua spreektijd en het even blijven staan voor mogelijke vragen uit de raad. Dan wil ik graag meneer Post vragen om als eerste achter de spreekgestoel de plaats te nemen. Nou, ben ik luid en duidelijk verstaanbaar, hoop ik. Ik sta hier niet voor de eerste keer, dus u zult mij wellicht kennen. Of zo nu natuurlijk wel meerdere mensen zult meemaken. Mijn naam nogmaals is Harry Post. Ik treed hier mede op namens de bewoners van De Pol. Die al geruime tijd bezwaren aantekenen tegen de gebeurtenissen aan de Pol 1A. Ik wil graag, omdat de inspreektijd uiteraard kort is, wil ik kort ingaan op de brief die wij hebben ontvangen, gedateerd 6 juni. Het concrete zicht op legalisatie wat door de gemeente en het Security College wordt aangehangen. En de slotoverweging in verband met een belangenafweging. U zult ongetwijfeld bekend zijn met de brief van 6 juni, jongsleden, aan de bewoners van buurtschap De Pol. Die is verzonden in aanleiding van de uitspraak van 14 maart 2017 van de rechtbank Overijssel. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt de inhoud van deze brief er kort samengevat op neer. Dat Jacobs op basis van een niet gedocumenteerd gedoogbeleid reeds sedert 2012 tal van handelingen heeft verricht en nog steeds verricht. Die in strijd zijn met tal van regelgeving, waaronder ook het nu geldende bestemmingsplan. Op basis van wat bewoners nog steeds ervaren als een niet deugdelijk onderbouwd concreet zicht op legalisatie en het bovendien voortdurend gedogen van illegale activiteiten, menen de bewoners dat de Pol 1A feitelijk is verworden tot een vrijstaat. Dat het college op basis van een als uiterst marginaal te duiden rapport van Touw tot de beslissing is gekomen in het geheel niet meer te handhaven, is voor bewoners uiteraard onverteerbaar. Niet alleen omdat men zich meent te kunnen beroepen op het rapport van Touw, maar ook omdat het rapport niet voldoende is. Er wordt in het geheel niet op alle aspecten ingegaan zoals die door de bewoners zijn aangedragen in de eerdere beroepprocedure, terwijl er aan de andere kant ook nog feitelijk onjuistheden worden gedebiteerd. Bewoners, en dat mag ik hier namens de bewoners mededelen, zijn dan ook zonder meer van plan om een nieuwe beroepprocedure te starten. En dat gaan wij binnen de daartoestrekkende termijn bij de rechtbank aanhangig maken. En ik kan uiteraard wel veel verder ingaan op alle aspecten met betrekking tot de brief en het daarbij behorende rapport, maar daar is de inspreektijd onvoldoende voor. Dus dat zal verder moeten worden uitgediept ten overstaan van de rechtbank. Mochten de leden van de raad het bestemmingsplan al voornemens zijn vast te stellen, dan verzoeken bewoners dat besluit te willen aanhouden totdat ook de rechtbank zich over in de nieuwe beroepprocedure heeft uitgesproken. Ten aanzien van het concrete zicht op legalisatie tast de bewoner nog immer in het duister wat de beweegreden circuite legitimatie is geweest om Jacobs naar de Pol 1 te dirigeren. Feitelijk had het zo moeten zijn dat bij het eerste kenbaar gemaakte voornemen om verontreinigd dakgrind te verwerken met alle bijkomende bezigheden, door het college al een eigen onderzoek was ingesteld naar mogelijke problemen, bijvoorbeeld qua ontsluiting op deze locatie, over aspecten van ruimtelijke ordening, milieutechnische gevolgen en de mogelijkheden om een adequate handhaving uit te voeren. Het dossier leert dat een en ander gewoonweg achterwege is gebleven. Duidelijk is dat voor welk gekunsteld aandoende variant qua aanrijden en ontsluiting er ook wordt geopteerd, er in geen enkel geval sprake zal zijn van een verbetering van de verkeersveiligheid. Dit druist in tegen het algemene streven om de N377 duurzaam veiliger te maken en betreft bovendien een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente uit het oogpunt van algemeen belang. Bewoners vragen zich voorts af waarom de mogelijkheid van vestiging van Jacobs op het Katingenveld niet is onderzocht. In de vorige oriënterende ronde is door de wethouder aangegeven dat er op deze locatie sprake was van een initiatiefnemer en dat een milieuvergunning in de categorie tot 4.2 in kan en kruiken was. Een voorstel om de bedrijfscategorie aan de Pol 1 A te maximeren op 3.2 en een opnemen van het grindwasbedrijf in de doeleindomschrijving beschouwen bewoners als een valse neus. Een dergelijke variant ervaren zij bestuursrechtelijk als grijt
grijs en zal de gevraagde activiteiten gewoon weer toestaan. Bewoners wensen te benadrukken dat op de locatie op geen enkele wijze wordt voldaan aan regelgeving zoals die is vervat in de omgevingsvergunning fase 1 voor wat betreft de betonproductie. Bewoners hebben overigens met vreugde kennis genomen van de bereidheid van Jacobs om langs de oprit van de N48 een groene afscheiding te realiseren, maar dat is op de keper beschouwd als een doekje voor het bloeden te zien. Het is immers Jacobs zelf geweest die de hele groenstrook over een lengte van plusminus 100 meter heeft gekapt en gerooid zonder daartoe strekkende vergunning. Daarnaast is het plaatsen van een groenscherm, afgezien van de hoogte, niet leidend tot het aan het zicht onttrekken van Jacobs, omdat nu juist op dat punt de nieuwe ontsluiting is gepland. Al met al komen bewoners tot de conclusie dat de locatie de Pol 1A niet geschikt is voor grindwasactiviteiten en evenmin voor betonproductie. Mede gelet op de onmogelijkheden van verkeersontsluiting, het aangrenzen aan weidegronden en een natuurgebied. Bewoners wensen als laatste nog, en dan in het kader van de belangenafweging, op te merken dat er voor wat betreft de grindwasactiviteiten van Jacobs met meerdere vestigingen in de landen sprake is van 10 werkzame personen. Dit hele dossier draait in feite om 10 werkzame personen, maar dan ook nog niet alleen op locatie Bokbrug, maar in meerdere vestigingen. Dat is ook bevestigd door Jacobs naar aanleiding van een vraag van de rechtbank. De gehele bedrijfsvoering met betrekking tot de grindwasactiviteit en betonproductie is bovendien mobiel. Het kan dus gewoon weg worden verplaatst en op een welgeschikte locatie opnieuw worden ingezet. Terwijl alle aspecten die ik niet allemaal kan doorlopen in dit dossier zijn bewoners in ieder geval van mening dat de locatie niet geschikt is voor grindwasactiviteiten en de productie van beton. En dat derhalve het ontwerpbestemmingsplan dient te worden verworpen. Uiteraard ben ik bereid om, als er nog vragen zijn, deze te beantwoorden. Dank u wel, meneer Post. Zijn er vragen voor meneer Post? Meneer Rodemond, meneer Jonkhans, meneer Bak. Meneer Jonkhans. Ja, u geeft aan dat de activiteiten eenvoudig te verplaatsen zijn. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar is dat daadwerkelijk ook zo? Moet dan niet enorme voorzieningen getroffen worden om die verplaatsing naar een nieuwe plek te realiseren? Uiteraard moeten de voorzieningen worden getroffen om de boel daar te ontmantelen. Ja, nee, maar... Het is in wezen, is de productiecapaciteit van de grindwasactiviteiten is verplaatsbaar en mobiel. Ja, oké. Okay. Maar goed, maar dat... Maar het is niet zo dat dan het hele bedrijfsterrein zou moeten worden gesloopt of wat dan ook. Dan gaat het puur alleen om de zeefinstallatie, de sliptrechters en al wat ermee in verband houdt natuurlijk. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Post, u heeft het inderdaad over die herplaatsing bijvoorbeeld richting het Katingerveld. Mijn vraag is eigenlijk wat wint de buurt, wat winnen de omwonenden hiermee wat betreft de bezwaren tegen deze bedrijfsactiviteit? Want het Katingerveld aan zich is natuurlijk niet zo heel erg ver weg van de huidige locatie. Nou, de grootste winst valt te behalen bij het feit dat nu bekend is wat er allemaal mee gemoeid is met die grindwasactiviteiten en over wat voor stoffen we het hebben. En ik heb stellig en naar medewoners ook, we hebben stellig de indruk dat dat niet het geval is op het moment dat er werd gezegd, gaat u daar maar aan de gang, want wij achten het legaliseerbaar. Als u ziet wat er in de loop van 2012 allemaal aan de orde is geweest, na instigatie van de bewoners, dat er pas op 22, twee jaar later, na vestiging van het bedrijf, dat er naar aanleiding van instigatie van ons, wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand, onderzoek wat we hebben gepleegd, wat voor stoffen zitten erin dat verontreinigd grind. Dat er toen pas een actie is ondernomen, zeiden ze de gemeente. En dat er toen pas een controle is geweest. En dat er toen 22 milieudelicten zijn geweest, geconstateerd. En dus men heeft nu een beeld van wat daar gaande is. En dat hebben we nu nog steeds niet. Ik kan u zeggen dat in het rapport van Touw bijvoorbeeld staat in dat er geen boring in de beton is geweest te plaatsen, omdat men dat niet wenselijk achtte. Dan vraag ik me werkelijk af, waarom is dat niet wenselijk? Want het gaat om onderzoek en belang en veiligheid voor milieu en omgeving en ook de dieren van de veeteelthouder die daar notabene 20 meter vandaan grazen. We zien het overigens nog steeds stof. En het geluid, daar wil ik dan maar hier even over praten nu, maar het wordt nog met regelmaat wordt de stof geconstateerd. En dan staat de sproeiinstallatie niet aan. Mijn partner heeft een keer gebeld, er komt iemand van toezicht. Die zegt, ik zie daar geen stof. Nee, dat is logisch, want dat verwaait. Ja, maar ze zegt, waarom staat die sproeier dan niet aan? En op die vraag werd geantwoord, maar dan worden de mensen nat. Dat kan toch niet zo zijn?
weten nu met wat voor stoffen wij werken. En met die herplaatsing, dan moet dus inderdaad van tevoren moet heel keurig en duidelijk vaststaan waaraan al die activiteiten en ook de ondergrond moet voldoen. Want dat is nog steeds een bron van zorg voor de bewoners. We weten niet wat voor vloer er ligt. Dat weet de gemeente even min. Dat wordt ook niet in het rapport duidelijk. Het is wel zo als we daar grondwater onttrekken, want dat is met chloride verontreinigd en dat wordt over het grind gespoten. En dat gaat allemaal weer naar beneden. Hoe komt chloride erin? Hè? We mag van de provincie verwachten dat die een deugdelijke ondergrond heeft gehad vroeger met de zoutopslag. Toch is het grondwater met chloride verontreinigd. Dus het is helemaal niet gek te veronderstellen dat ook pak en zware metalen door de bodem kunnen. En met die wetenschap en die kennis die er nu is, zou een hele andere benadering moeten plaatsvinden van een eventuele herplaatsing. En een adequate controle, laten we dat voorstellen. Ja, voldoende beantwoord. Meneer Bak. Dank u wel. Meneer Post, u bent behoorlijk stellig in over dat de locatie op dit moment niet geschikt is. Of überhaupt niet geschikt is, zegt u volgens mij zelfs. Mijn vraag nu is, wat is er voor nodig om van u het vertrouwen te krijgen dat het bedrijf op die locatie kan blijven zitten? Ja, dat is een goede vraag, want ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Nee, helemaal niet. Als wij na 5 jaar lang... Nee, maar doet u toch eens een poging. Hè? Want ik wil van u ook wel eens weten van waar zit uw bereidheid om te zeggen, jongens, hè, zo is het goed genoeg. Want u heeft daar ook ongetwijfeld over nagedacht. Als het goed genoeg is, dan moet het zo zijn dat wij nog hinder van welke stofvorming dan ook, nog hinder van welk geluid dan ook, in zekerheid hebben dat er zich geen verplaatsing van die pakstoffen en metalen in het milieu plaatsvindt. En hoe dat moet worden gedaan en moet worden uitgevoerd, er zijn natuurlijk wel ideeën over. En dan hebben we het over een vloeistofdichte betonvloer met certificaten. Dan hebben we het over een gerichte controle. Dan hebben we het over, en dan maak ik even een zijsprongetje naar de medebelanghebbende heer Ten Katen met zijn veeteeltbedrijf. Als daar een pracht mest wordt afgehaald, weet u wat er dan gebeurt? En waarom kan dat dan niet met schadelijke en kankerverwekkende stoffen als pak en zware metaal? Dat gebeurt daar niet. Niemand weet wat er nu ingaat, niemand weet wat er exact uitgaat. Er is niet eens een weegbrug. Er worden geen bemonsteringen gedaan. Men kijkt naar op het zicht. Het touw bijvoorbeeld heeft een aanbeveling. Maar ik begrijp nu, als dat soort zaken geregeld zijn, dan zegt u prima, dan is wat ons betreft akkoord. Als wij gevrijwaard zijn van geluidsoverlast, uit de rapportage blijkt overigens ook dat het geluid wat daar wordt geproduceerd alle omgevingsgeluid overstijgt. Dus het is hinderlijk in die zin. Het hele gedeelte staat op de provinciale geluidskaart als paars ingekleurd. Dat betekent schadelijk voor de geestelijke en lichamelijk welzijn van de mens. En er komt nog extra lawaai bij. Stofvorming moet absoluut onmogelijk zijn. In de voorschriften van de omgevingsvergunning staat dat een stofemissie niet is toegestaan over een afstand van meer dan 2 meter. Wij zien het op 300 meter. De vloeistofdichte vloer. Controle, bemonstering, dat soort dingen moet allemaal geregeld zijn. Helder, dank u wel. Dat was inderdaad mijn vraag, voldoende beantwoord. Meneer Van den Berg heeft nog een vraag, meneer Odink. Meneer Van den Berg. Ja, dank u wel. Meneer Van den Berg, u geeft aan dat er een aantal aspecten ontbreken uit het rapport van TOW. Ja. Kunt u aangeven welke aspecten dat zijn? Ik heb een aantal benoemd. Bijvoorbeeld, ik heb net al genoemd het niet verrichten van een boring in de betonvloer. Het niet nagaan van eventuele vervuiling op de landerijen van de heer Ter Katen, die daar vlak aangrenzen. Er wordt gezegd dat er wordt voldaan aan de voorschriften in de milieuvergunning van een storthoogte van 1 meter. Dat is absoluut niet het geval. Als er een kraan boven een trechter hangt die 5 meter diep is en die hangt er ook nog 2 meter boven, dan kun je nooit in tenue voldoen aan een storthoogte van 1 meter. Er is alleen maar een op papier goedgekeurd en vastgesteld aanvoer- en afvoerbeleid. Dat wordt voldoende geacht door TOW. Terwijl zij notabene verder in het rapport aanbevelingen doen om de boel beter te maken. In ieder geval af te komen van het puur op zicht innemen van grind. Zonder enige lijkcontrole van wat erin zit. Want we hebben ook weer een nieuwe term toegevoegd gekregen, dat is namelijk mastiekgrind. Er zijn tal van aspecten die wij hebben aangedragen die niet in dit rapport worden behandeld. En ik kan nog wel iets noemen hoor. Als ik even zo vrij mag zijn, want ik weet niet of u
uitputtend kunt zijn of ook moet zijn. Want we hebben meneer Lubbers, wil ook nog graag even inspreken. Die zijn vast ook nog vragen voor hem. Maar is het afdoende beantwoord zo voor u, meneer Van den Berg? Ja, misschien kunt u die formulieren met ontbrekende middelen, kunt u misschien een keer toemailen. Sorry? Misschien kunt u de aspecten die u mist in het rapport van Touw even via de griffier naar ons toemailen. Ja, ik kan eventueel kan ik dat nog wel doen, ja, want dat wordt ook een onderdeel van de beroepsschrift natuurlijk. Dat ben ik graag bereid om te doen. Heel goed, dank u wel. Meneer Odink? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel dat u hebt ingesproken. Deels hoor ik nieuwe feiten en deels hoor ik ook zeg maar toch wel bekend, hè, in een van de eerder oriënterende ronden. Wat ik wel lastig vind, is dat u een aantal zaken benoemt die ik toch in de stukken die ik ter voorbereiding op deze vergadering lees, elkaar wel tegenspreken. Dat maakt het voor mij wel lastig. Want aan de ene kant heb ik gewoon de stukken waar ik op een gegeven moment, waar we zeg maar ook als raad mee te maken hebben. Hè, dat we dus feitelijk kijken van oké, welke kaders stellen we en hoe gaan we daar vervolgens mee om. En dat u toch wel een aantal zaken benoemt die 180 graden anders zijn. Dat vind ik wel lastig. Waar ligt nu zeg maar dan? Waar ligt nu de waarheid? Wat zitten we nu met elkaar recht te doen wat misschien wel krom is of net andersom? Ja, dat is een hele goede constatering, maar daar worstelen wij dus al meer dan 5 jaar mee. Of ongeveer 5 jaar, laat ik het zo zeggen. In het begin was er namelijk, de eerste 2 jaar was er nooit iets aan de hand. Er werd gewoon gezegd, jongens, alles is in orde, daar maakt allemaal niet uit. Wat de gemeente heeft gedaan, die heeft rapport touwen, zeg maar een extra milieudeskundige ernaast naar laten kijken, op alle aspecten. Ja. Nou, er is 1 constatering geweest, zeg maar, waar het gelijk aan het een en ander aan gedaan is. Maar voor de rest, zeg maar, wordt gewoon ronduit gezegd, en ook in het rapport, het voldoet. He, alles is binnen de perken en alles voldoet. Ja, maar als dat vanuit verkeerde uitgangspunten wordt bekeken dan, en in een bepaalde richting wordt gezocht. Wij zijn ook niet betrokken geweest bij de onderzoeksvragen aan Touw. Dat had ik graag gewild. Ik had graag willen zien welke onderzoeksopdracht Touw heeft gekregen. Dit lijkt, zoals wij het nu lezen, is het puur een kwestie van afgezien van de marginaliteit, heeft het ook de zweem van hinein interpreteren in zich. Hoe kan Touw stellen dat er wordt voldaan aan een storthoogte van 1 meter als die afstand bij een lege trechter minimaal 7 meter is? Dat is te constateren voor een ieder. Daar kunnen we wel ja en nee blijven roepen, maar dat is te constateren. Dus ik snap niet waarom dat zoiets in een rapport wordt vermeld. Er wordt ook gezegd, er zijn lichte verontreinigingen, pakstoffen, zware metalen aangetroffen. Dat is niet verontrustend, maakt u zich maar geen zorgen. Maar moet ik mij nu niet verontrusten of nog niet? Want dat gaat wel door, hè? Het is niet iets van, jongens, we stoppen nu met de grenswasactiviteiten. Het is dag in, dag uit is dat gaande. Dag in, dag uit komen daar vrachten met die stoffen. Hè, die door, dus wel degelijk door die diffuse stofemissie, maar ook door het verwerken van het grind. Wij zien het van 100, 200 meter afstand. En we voelen ons werkelijk in ons hemd gezet als er dan iemand zegt die daar feitelijk nog nooit is geweest. Althans niet tijdens de grindwasactiviteiten of het verwerken ervan. Jongens, er is geen stof. Dat willen wij graag uitgediept zien. En desnoods moet dan de rechtbank maar een onafhankelijke deskundige benoemen. Ik denk dat uw punt duidelijk is, meneer Pop. Veelal in opdracht van overheden werkt, hè? Ja, uw punt is duidelijk. Dus bedankt voor de beantwoording. Hartelijk dank, meneer Post. Meneer Lubbers is de volgende. Dank u voor de aandacht. Staat hij nog aan, hè? Ja. Goedenavond, dames en heren van de gemeenteraad en het college. Mijn naam is Jasper Lubbers, buurman van de Pol 1A in Balkbrug. Ik wil beginnen met een vraag. De vraag was de raad 2012 op de hoogte van het verzoek om de locatie Jacobs van de Vondsterweg te verplaatsen naar de Pol 1A. Zo ja, waarom is het dan zo uit de hand gelopen? Zo nee, hoe kan dat
dat u als gemeenteraad dat niet hebt geweten. Dan wil ik even ingaan op de meldingen die er gedaan zijn. Waarom is er niet ingegrepen op de melding van de illegale boomkap, hoofdzakelijk eiken? De melding van de plaatsen van 4 silo's, hoogte plus 10 meter, is ook niets meegedaan. Hier is nooit een aanvraag voor ingediend. Wat voor belang zat hierachter om niet in te grijpen? Er zijn vele meldingen gedaan. Op een bepaald moment merkt een ambtenaar zelf sarcastisch op: ik heb het riddeltje van de heer Lubbers weer aangehoord. Dat heb ik zeer als respectloos ervaren. Het heeft me het gevoel gegeven dat ik niet serieus werd genomen. Op 11/7/2013 meldt mevrouw Swiers aan de ambtenaar, toen zij op weg was naar huis, dat er zoveel stof vrij kwam bij het bedrijf Jacobs dat het toelaatbare ver overschreden werd. Dit werd afgedaan als een incident. De foto's bewijzen het tegendeel, genomen in een later stadium. We hebben een gesprek gehad met burgemeester Snijders en ambtenaar Fred Bouma. Dit gaf aanleiding om enigszins gerustgesteld naar huis te gaan. Daar de burgemeester opdracht gaf om te handhaven. Hoezo handhaven? Er is ook na die toezegging nooit iets gebeurd. Er zijn niet alleen meldingen gemaakt door mij, ook door andere personen uit de omgeving. En mijn buurtgenoten hebben dit ook gedaan. De meldingen die er zijn gedaan over geluidshinder zijn gehonoreerd. Hiervoor is verfijnde meetapparatuur gebruikt om dit vast te stellen. Deze stond bij mij achter het huis. Heel fijn, maar wat schetst onze verbazing? Tijdens de meting, maar liefst 14 dagen aan één stuk, is er door de firma Jacobs geen grind gewassen. Dus ook geen vervuilde. Maar de aan- en afvoer van grind, zowel vervuilde als zogenaamd gewassen, ging wel door. Er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat Jacobs op de hoogte was van de meting in die periode. Na het verwijderen van de meetapparatuur ging het wassen van het vervuilde grind weer volop los. Het wegen van het zeer vervuilde dakgrind, wat met 90% vervuild met mastiek en teer, vindt geen plaats, terwijl op 1,5 kilometer een weegbrug is, namelijk bij de firma Hof in Balkbrug. Dit had zeker bijgedragen tot een concrete administratie in plaats van nu het natte vingerwerk wat betreft binnenkomende en uitgaande hoeveelheden vervuilde grind. Een weegbrief ligt er immers niet om. Ook de aanbevelingen die gedaan zijn in verschillende hoorzittingen zijn met voeten getreden door de hoorcommissie en wat meer is gebeurd. De wethouder is niet ontvankelijk voor goede en onderbouwde argumentatie. Ook de antwoorden door hem gegeven in de vorige oriëntatieronden waren nietszeggend. Dat moet de raad toch aanzetten tot nadenken. Maakt uw raad zich niet medeschuldig aan het naleven van de uitspraak van de bestuursrechter? Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een gekozen raad die de gemeenteleden vertegenwoordigt in de brede zin des woords. De wethouder heeft in de uitzending van de monitor een beeld over zich afgeroepen dat een bestuurder onwaardig is. Met name de uitspraak dat hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Wethouder. Staat u het goed? Wethouder. De verslaggever merkt op dat de wethouder een hoeder van de wet is en dat een ieder zich daaraan dient te houden. Het antwoord van de wethouder hierop was dan dat hij dat niet hoefde. Niet voor de wethouder van toepassing. Na alle meldingen, alle gesprekken en alle moeite die door mij en anderen is gedaan, blijft er bij mij maar één zin hangen. In het meldingsoverzicht, wat opvraagbaar is, staat op 1/12/2013 de uitspraak van wethouder Prinsen, gedaan in samenspraak met de ambtenaar, de heer Oude Beuving. En ik citeer letterlijk. Meneer Lubbers, ik wil u graag even onderbreken. Ik begrijp uw frustratie, dat begrijp ik echt.
Alleen wij zijn in dit huis wel gewend om met respect over anderen te spreken en ook met name ambtenaren met naam en toenaam niet te noemen. Zij kunnen zich hier niet verdedigen, de wethouder straks wel. De tv-uitzending was in alle openbaarheid en de wethouder Prinsenkrijg staat in die gelegenheid. Ik citeer uit hetgeen wat de ambtenaren mij hebben toegestuurd. Dat begrijp ik, meneer Lubbers, maar ik had toch graag dat u die naam en toenaam... Komen geen namen verder meer voor. Prima. De heer Lubbers mag best weten dat wij de heer Jacobs toestemming hebben gegeven om zijn core business, het reinigen van vervuild dakgrind, uit te voeren. Ook de laatste weken zijn er weer regelmatig meldingen gedaan over stof wat vrijkomt bij het starten van het grind, het werken met shovels en alles wat bij de werkzaamheden horen bij het bedrijf. Hierop wordt niet gehandhaafd door de handhavingscommissie. Er wordt zelfs op een ruzieachtige manier gecommuniceerd met een van de buurtbewoners. Gemeenteraad, hierbij vraag ik u het bestemmingsplan niet vast te stellen. Detacheren op deze plek geen enkel probleem. Dat is prima. De andere activiteiten, zoals het grindwassen, horen thuis op het industrieterrein, waar een plek is met een 4,2-norm erop, met inachtneming van alle milieuregels. In de krant van vanochtend zag ik trouwens nog een oproep staan: bouw je eigen buurt. Daar wil ik graag aan meewerken. Bouwen en niet afbreken. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Lubbers. Zijn er vragen voor meneer Lubbers? Meneer Mulder, meneer Bak. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw. Meneer Lubbers, u zegt, dus als ik het goed begrepen heb, de wethouder is niet ontvankelijk voor goede argumentatie. Kunt u dat eens wat nader duiden? Wat bedoelt u daar precies mee? Ik dacht dat mijn voorganger heel duidelijk geweest was in hetgeen wat hier besproken is. Dat wethouder doof is voor alle argumenten die er aangevoerd worden, vooral in het meldingsoverzicht enzovoort. En de laatste zin die ik genoemd heb, het heeft ook geen zin wat voor argumentatie aan je aanvoert, want het staat zwart op wit, meneer Bak, dat hij opdracht gegeven dat Jacob zo door kan gaan. Meneer Mulder. Ja, meneer Lubbers, in ieder geval bedankt voor uw inspraak. Ik begrijp ook uw frustratie hierin, waar ik wel te gaan zit. En de vraag is ook gesteld door de heer Bak aan uw voorganger. Als die handhaving goed geweest was en het bedrijf was gehouden aan de regels, dan was de situatie wel iets anders geweest. Daarnaast zijn nog de zaken rondom eventueel een lek naar de bodem. Als voldaan wordt, en die vraag is ook gesteld in de voorganger, aan de regels, heeft u dan nog moeite met het bedrijf op deze plek? Ik sta er iets anders in als mijn buurman. Ik vind dat de regelgeving zo zwaar is overtreden. En persoonlijk, maar ik denk dat ik namens de buurt spreek, vind ik dat het bedrijf Jacobs niet op die plek hoort. Waarom een nieuw industrieterrein creëren, terwijl de 400 meter verderop 18 hectare ontsloten terrein ligt met een milieunorm van 4,2, dat de zwaarste categorie is waar meneer Jacobs' bedrijf onder valt. Dank u wel, meneer Lubbers. Ik wil het. Waar ik meer overal van. Hartelijk dank. Dat brengt ons bij agenda punt 4 en dat is vaststelling bestemmingsplan De Pol 1A te Balkbrug, locatie Jacobs. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Mulder, meneer Bak, meneer Rodermond, meneer Odink, meneer Van den Berg. Ik begin bij meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn wel eens eenvoudige bestemmingsplannen voorbijgekomen in de gremium. De afgelopen periode speelde de discussie over de Pol 1A in Balkbrug en het bedrijf Jacobs zich ook veel af buiten deze raadzaal. Verschillende artikelen in de krant, een uitzending van het televisieprogramma De Monitor en diverse discussies tussen de ondernemer en de buurtbewoners. De grootste onrust werd veroorzaakt door de televisieuitzending van De Monitor. Na die uitzending ontstond er een beeld dat er een ondernemer in Balkbrug is die het niet zo nauw neemt met de regelgeving. Dat de gemeente het allemaal wel prima vond, de wethouder het zelfs verdedigde en ondertussen die ondernemer op zijn beurt
niet voor de camera wou uitleggen hoe het precies zat. Als je dit dossier niet goed kent, en laten we eerlijk zijn, dat zal bij de meeste kijkers van de monitor het geval zijn geweest, dan kreeg je er geen goed gevoel bij. Wij kunnen ons voorstellen dat de onrust die er al was en er niet minder op werd in Balkbrug. Maar klopt het ook allemaal? Het CDA vindt het belangrijk om alle belanghebbenden goed te horen. Zo hebben we de twee insprekers zojuist gehoord, hebben we een stuk van het college, de zienswijze en het verhaal van de ondernemer gehoord. Voor ons is er één uitgangspunt alles overstijgend. De veiligheid van de samenleving. Die staat ten alle tijde voorop. Zo had het CDA zorgen en vragen over de verkeersveiligheid rondom de Pol 1A. En over welke milieucategorie het mogelijk zou worden in het nieuwe bestemmingsplan. Ook buurtbewoners hebben hun zorgen hierover nadrukkelijk uitgesproken. De rechter heeft de gemeente opgedragen om nog eens goed te kijken naar de situatie en een nieuw besluit te nemen. Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar de locatie om zo de feiten van de speculaties te kunnen scheiden. Wij kunnen ons zo'n onderzoek goed voorstellen en wij zijn er dan ook heel blij mee dat dit er gekomen is. Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door TOW en daarbij zijn geen significante milieuoverschrijdingen geconstateerd. Dat heeft ons gerustgesteld en wij hopen dat dit ook bij de buurtbewoners het geval mag zijn. We hadden nog meer zorgen. Deze punten heeft het college in het voorstel dat hier voor ligt meegenomen. Toch hebben we daarnaast nog een aantal vragen. De eerste gaat weer over die veiligheid. Kunt u de veiligheid van de medewerkers van Jacobs en van de omwonenden garanderen als dit voorstel straks een eventuele meerderheid haalt in de raad? De tweede vraag die we hebben gaat over het proces. Hoe kunnen we bij een volgende dergelijke situatie de onduidelijkheid en onrust die er in dit proces is geweest voorkomen? En dan het plan zelf, de ontsluiting. Er wordt aangegeven dat er 84 vervoersbewegingen per dag zijn. Er is een onderzoek uitgevoerd naar die ontsluiting, zoals vermeld in het eerste bestemmingsplan. En uit dit onderzoek komt dezelfde conclusie als die de Raad al had getrokken, namelijk dat het voorstel in het eerste bestemmingsplan niet beter is dan de huidige situatie. Ook de wegbeheerder en de Rijkswaterstaat komen nu tot die conclusie. Kan het college hier een toelichting op geven? Voorzitter, het nieuwe voorstel wat nu voor ligt is ook voor de provincie en de Rijkswaterstaat en zelfs de politie een betere oplossing. En ook de CDA-fractie kan met dit verbeterde voorstel leven. Alleen nog wel een vraag. Wie is er verantwoordelijk voor de controle dat deze ook binnen een jaar wordt gerealiseerd? En kunt u ons dan garanderen dat dit ook gaat lukken? Dan de bestemming. In het aangepaste bestemmingsplan wordt de bedrijfscategorie gemaximaliseerd van 3.1 naar 3.2. Kunt u kort aangeven waarom u hiervoor heeft gekozen? Verder wordt er binnen de milieucategorie 4.2 alleen grindwassen toegestaan. En de vraag is, kan in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen dat als het bedrijf verdwijnt, de milieucategorie weer teruggaat naar 3.1 in plaats van 3.2, zoals wordt voorgesteld door het college? Het college geeft aan dat het grind niet stuifgevoelig is. Is het college nogmaals bereid om met de ondernemer in gesprek te gaan om het gestorte grind eenvoudig te overkappen? De CDA-fractie heeft begrepen dat dit inmiddels ook met de verontreinigd grind is gebeurd. Grind dat niet in Balkbrug mag worden gewassen. Kan de wethouder dit bevestigen? Verder staat er dat het grind voorheen visueel beoordeeld werd. Dit impliceert dat dit nu niet meer gebeurt. Kan het college aangeven hoe de controle nu plaatsvindt? Dan de handhaving, voorzitter. Hoe denkt het college deze te gaan uitvoeren? En tot slot de vraag, voorzitter. Is er ook contact geweest met het plaatselijk belang? En hoe kijken zij naar dit dossier? Tot zover in eerste termijn. Hartelijk dank, meneer Van den Berg. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben het voorstel uitvoerig gelezen en eerlijk gezegd zien wij dat er wel bewogen is door het college met goede intenties ook, maar dat dat wat ons betreft nog onvoldoende lijkt te zijn. En daarmee reageer ik ook tegelijkertijd op de twee insprekers die hiervoor waren. Er is een nieuwe rechtsprocedure aangekondigd en dat is mijn eerste vraag ook. En daarin werd ook gesteld
dat het misschien wijs zou zijn om te wachten met besluitvorming op de afronding van deze rechterlijke procedure. Mijn vraag aan het college is, is zij bereid hiertoe? En eigenlijk is deze vraag ook aan deze raad te stellen wat dat betreft. Vervolgens zien wij dat de locatie zoals die nu is eigenlijk ongeschikt is. Wij hebben dat ook al eerder via de nieuwsmedia kenbaar gemaakt. Ons standpunt is voorlopig ongewijzigd. Maar we willen wel weten wat er eventueel mogelijke kosten zouden zijn wat betreft een herplaatsing van dit bedrijf, bijvoorbeeld richting het Katingerveld. En anderszins het geschikt maken van een locatie, welke dat dan ook is, voor de bedrijfsactiviteiten zoals die nu plaatsvinden op de pol 1A. De beantwoording op de vraag van de heer Bak wat dat betreft zijn wat mij betreft leidend. Geen verplaatsing van gevaarlijke stoffen door het water, maar ook niet door de lucht. Geluidshinder en het verkeersaspect wat ook door de heer Van den Berg is aangehaald. En vervolgens is er nog een vraag, wat zit er in de grond? Die werd gesteld door de heer Post. Dat vind ik ook wel een goede vraag. Is daar ook nog onderzoek voor mogelijk? Maar wat ons betreft is het met name dus de vraag, wat zouden eventuele kosten zijn voor het herplaatsen van dit bedrijf richting bijvoorbeeld het Katingerveld? Tot zover. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dit is een dossier geworden waarbij onze fractie het gevoel heeft dat daar aan de ene kant, waar wij formeel alleen zouden moeten gaan over de technische feitelijkheden die met een bestemmingsplan komen, opeens te maken hebben met een heel ander iets, namelijk het belang en de emoties en de langdurigheid waarin dit ook in de pers is geweest en de kampverdeling. Dus het gaat ook over emotie. Daar gaan wij feitelijk niet over. Wij gaan ook niet over de werkspraak die er is geweest over de handhaving. En toch lijkt dat niet meer van elkaar gescheiden te kunnen worden. Dat plaatst ons wel in een dilemma. Wanneer ben je dan bezig met gechargeerd, sorry dat ik een zwart-wit stel, verschuil je achter wat wet en regelgeving geeft? En wat zegt dat dan over je gezond verstand en wat in het belang is van je omgeving waar je in woont? En dat gezegd hebbende, wij zijn er nog niet over uit. Onze vraag is dan wel, in welke mate kunnen wij zorgen dat de milieucategorie dusdanige restricties oplegt of mogelijkheden beperkt om zwaardere vervuiling te voorkomen? En wat voor maatregelen kunnen we daarin nemen? Daar zijn wij benieuwd naar. Daarnaast hebben wij veel gehoord over stof en de metingen en de waarnemingen die daarvoor zijn. Ik heb ook begrepen dat Firma Jacobs wat moeite heeft of minder positief staat over een overkapping. En we willen toch wel weten welke standpunten daar nog, of wat voor bewegingsruimte daar nog in zou kunnen komen. En in aansluiting op de vraag van de heer Rodemond. Ja, wij zijn erg benieuwd wat voor aspecten van milieuvervuiling in de grond zitten. Want dat is een heel belangrijk iets. Verkeersveiligheid, wij zijn ontzettend blij dat de provincie opnieuw gaat kijken dat er wel degelijk ruimte is om te kijken wat het belangrijkst is. En daar wou ik het voorlopig bij laten. Dank u. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Als we kijken naar het nu voorliggende gewijzigde bestemmingsplan, dan zien wij dat er op een aantal nadrukkelijke vragen uit de raad, vanuit de eerste oriënterende ronde, aanpassingen en naar ons idee ook een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing betreft de ontsluiting in relatie met de verkeersveiligheid en de doorstroming. Als ChristenUnie-fractie hebben we ons destijds daar in de oriënterende ronde zwaar over uitgelaten. We zijn hier content mee, al blijven we wel zorgen houden voor wat betreft het verkeer dat de pol 1A verlaat richting Denensvaart. Het oversteken van een fietspad en de N377 richting verkeer richting Balkbrug en het invoegen vervolgens op de N377 richting Denensvaart blijft wel een groot nadeel. Wellicht kan dit op termijn opgelost worden door plaatsing van VRI-installaties in combinatie met een groene golf. Voorzitter, voor wat betreft de vragen, we hebben nog een aantal vragen met betrekking tot de memo-ontsluiting van de firma Jacobs. We hebben inderdaad gezien, en daar zijn we ook blij om, dat er zeg maar, best wel werk is gemaakt van de verkeersontsluiting om die nu beter te gaan ontsluiten. Er was in eerste instantie nog sprake van, in verband met de Vechtdalverbinding, dat het in het andere pas in 2018 ten uitvoer gedaan zou worden. Dat wordt nu in ieder geval naar voren gehaald. Voor wat betreft het alternatieve ontwerp kunnen we ervan uitgaan dat de nieuwe ontsluiting of een mogelijke verbeterde versie
wat nog sprake van is, dat die ook daadwerkelijk binnen een jaar na vaststellen van dit bestemmingsplan wordt uitgevoerd. En wat ons ook is opgevallen is dat er nog geen volledige duidelijkheid is voor wat betreft de aanlegkosten en de realisatie. Wel is besproken dat de initiatiefnemer bijdraagt in de kosten voor wat betreft de ontsluiting, maar is dit mogelijk nog een potentieel bommetje? En we kennen er een aantal op dit dossier, dus ik zou liever geen problemen meer tegenkomen. Voor wat betreft de doorlooptijd en de vertraging van de uitvoering van deze ontsluiting, dat is wel belangrijk. Voorzitter, we zijn content met de gevonden oplossing om de activiteiten voor wat betreft Jacobs in de bedrijfscategorie te maximeren op 3.2. En de beschreven doeleindenomschrijving die activiteiten toestaat voor wat betreft het wassen van grind. Dit komt tegemoet ook aan onze wens om het bedrijf planologisch in te passen en de minimale noodzakelijke ruimte te bieden. Maar het doet ook recht naar ons idee om de zorgen die we hebben voor de omwonenden. En we willen ook graag met de omwonenden dat de overlast in de toekomst zoveel mogelijk beperkt wordt. Al ben ik daar, en dat zeg ik er maar heel eerlijk bij, naar aanleiding van de inspraak niet geruster op geworden. Voorzitter, als we kijken naar het verloop van dit dossier, dan kunnen we nu alvast wel benoemen dat het vaststellen van dit bestemmingsplan niet zonder slag of stoot heeft plaatsgevonden. Ik zou de wethouder willen vragen welke inhoudelijke lessen er zijn te leren met betrekking tot dit dossier. Wat zijn de do's en de don'ts met betrekking tot dit dossier? Daar wou ik het in eerste instantie bij laten, voorzitter. Dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw voorzitter. De VVD is ernstig bezorgd over dit dossier. Daar hebben wij ook een aantal schriftelijke vragen gesteld. En vanavond moet ik ook weer constateren dat we hier aan te maken hebben met een klassieke tegenstelling. Tegenstelling tussen de ondernemer en de omwonenden. En wij vinden dat ernstig te betreuren. Maar wij voelen ook de verantwoordelijkheid, en daar hoor ik ook straks graag de reacties op van de collega-partijen, om gezamenlijk tot die oplossing te komen. De beantwoording van de schriftelijke vraag is ook helder door de portefeuillehouder verwoord dat wij als raad aan zet zijn. En zo voelen wij het als VVD in ieder geval. En als we gaan kijken naar dit dossier, dan, maar ook in algemene zin, is de prijzen hoe het college omgaat met ondernemersverzoeken en de mogelijkheid om te ondernemen in Hardenberg. Er wordt alle ruimte geboden en dat is goed. Maar er moet ook een keer helderheid en een keer duidelijkheid komen. En ook in dit dossier is dat denk ik geweest. Er is ruimte geweest om te ondernemen. Zijn gesprekken gevoerd met de ondernemer. En de ondernemer is gaan ondernemen. En onderweg is er heel veel gebeurd. En ik heb ook wel dezelfde vragen als de heer Oding. Wat valt nu te leren uit dit proces? Maar vooral van wat kunnen we daar ook mee richting toekomst? Maar ook in dit dossier, wat kunnen we daar nu nog mee? Want als ik dan de insprekers hoor en ook de emotie daar zie, maar ook spreek met de ondernemer die ook feitelijk niet weet wat hem overkomt, dan hebben we toch een situatie waar we met elkaar, en nu kijk ik ook naar het college, iets niet goed gedaan hebben. En mijn vraag nogmaals is, waar had dit zorgvuldiger gekund? Waar had dit zorgvuldiger gekund? Want het doet ons als VVD pijn wat hier gebeurt. Het kan zoveel anders. En ik wil ook in ieder uitdagen om met elkaar die oplossing te zoeken. En ik zal daar ook een schot voor de boeg voor geven. Want dit is de derde oriënterende ronde op dit onderwerp. En we hebben verkeersveiligheid met elkaar bij de kop gepakt. En dat heeft wel geleid, wat in eerste instantie niet verwacht, dat de provincie is gaan schuiven. En waarom gaan we dan nu met elkaar niet verder? Waarom zeggen we dan niet, die verkeerslichten, die moeten er ook komen? En laat dan een gemeente, een provincie, ondernemer, plaatselijk belang, gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakken om daar iets aan te doen. En daar wil ik ook wel graag een reactie op zometeen van de collega-partijen. En aan de andere kant denk ik van, en dat is ook al genoemd, de overkapping, wat is daarin mogelijk? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de onderneming niet het overlast is in de omgeving? En dat de omgeving tevreden is. Want volgens mij is dat de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Niet de een wel tevreden stellen en de ander niet, maar de oplossing bieden die voor iedereen gaat werken. En waarom wordt er dan geen onderzoek gedaan in verbinding met de omgeving? Want dan heb je geen discussie meer. Dat zijn de vragen die ik in de eerste termijn wil stellen aan het college. Maar ook graag reactie van de collega-partijen. Dat rondje gaan we straks maken. Dank u wel, meneer Bak. Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter.
Er is al heel veel door de collega woordvoerders aangegeven, het dossier. Ik zal daar ook niet heel veel in herhaling treden. Voor de PvdA geldt wel dus dat het een dossier waar de nodige stekels aan gezeten hebben en mogelijk ook aan gaan zitten. Wat ik vooral belangrijk vind is dat, en dat is wel gezegd, de partijen beide baat hebben bij waar we naartoe gaan. De bedrijfsvoering op die locatie moet natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. Een bestemmingsplan geeft daar richting aan. En hoe zorgen we dus dat dat ook gebeurt zonder dat de omgeving er last van heeft. Ik ben vooral benieuwd naar van, voldoet bijvoorbeeld de locatie aan eisen over bodemverontreiniging of het voorkomen ervan. Een overkapping, de heer Bak gaf daar ook al aan van, het bedrijf geeft aan van ja, het is lastig, de hoogte van de stortkokers geeft aan dat er ook een dak hoger op zou moeten liggen. Hoe gaan we, kijk, zijn er alternatieven voor andere soorten stortkokers? We gaan toch automatiseren. Dus mogelijk dat het bedrijf daar zelf in mee kan denken, zodat ook de effecten naar de buurt en de omgeving en met name de bewoners teruggebracht worden, mogelijk naar nul. Kortom, de portefeuillehouder, mijn vraag is hierin. Hoe kunnen we zorg dragen dat in dit geval de partijen, hand in hand is het verkeerde woord, maar uiteindelijk hier goed uit gaan komen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mulder. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn hier al een hele poos mee bezig. En ik zie ook dat er heel veel frustratie is van beide kanten. En ik begrijp dat. Maar wat ik ook gehoord heb, is dat men al een nieuwe rechtsgang in gang heeft gezet. En nou is mijn vraag eigenlijk daarover, van ja, hoe ga je daar nu mee om? Hoe moeten wij als raad daarmee omgaan? Moeten we eerst wachten tot die rechtsgang over is en dan besluiten? Of moeten we nu gelijk besluiten? Ik begrijp dat het voor de ondernemer, maar ook voor de omwonenden, heel vervelend is, deze situatie. En er is al heel veel gezegd vanavond en ik ga niet in herhaling vallen, want onze vragen zijn allemaal al gesteld daarover. Dus, maar we vinden wel dat zorgvuldigheid heel belangrijk is in dit punt, dus vandaar deze vraag. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de portefeuillehouder. Voorzitter, mag ik dan nog een opmerking nog maken? En mevrouw Van den Hoek wil dat ook, zie ik. Ja, ga uw gang, meneer Odink. Ik zou mevrouw Kelder van Opkoers er ook wel op willen wijzen dat u ook als raadslid een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ook op dit dossier. Natuurlijk weet ik dat. Maar ik wil ook graag even een reactie van het college. Van, hey, hoe gaan we daar nu mee om? En wat is nou, omdat twee, de omwonenden en de ondernemer, voor ons allebei even belangrijk zijn. Ja, dat is voor ons niet minder. Maar we hebben wel een eigen verantwoordelijkheid, ook als we het hebben over wel of niet het starten van een rechtszaak. Volgens mij is dat helder. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van wat de heer Bak heeft ingebracht, maar ook de heer Mulder en mevrouw Kelder. Er is mij toch nog wel één kort vraagje voor de eerste termijn. Wat voor effect zou het hebben als we toch opnieuw aan kijken hoe we dit op kunnen lossen en dit bestemmingsplan dus niet over 2 weken voor gaan stemmen. Wat voor effect heeft dat voor de ondernemer? Wat voor effect heeft dat op het bestemmingsplan zoals wij dat hier moeten aftikken? Dank u wel. Ik neem aan dat u die vraag nog wel mee kunt nemen. En anders niet, maar dan hoor ik dat ook. En anders bewaakt u dat wel voor mij. Precies. Dank u, voorzitter. Ja, laat ik beginnen dat hier vanavond voor ligt het bestemmingsplan. En ik snap alle gevoeligheden die er omheen zijn, alle gevoeligheden die we de laatste tijd ook de revue hebben zien passeren, dat snap ik. Maar toch gaat het hier vanavond over een bestemmingsplan. En dat het traject zoals het gelopen is geen schoonheidsprijs verdient, dat mogen helder zijn. Welke lessen heeft u daaruit geleerd? Waren nogal een paar fracties die daarnaar vroegen. Nou, ik zal even kort beginnen bij het begin. Toen de casus langskwam, hadden wij de keus om een gedoogbeschikking af te geven. Dat is ook een instrument wat je kunt inzetten. En een gedoogbeschikking, dat duurt 4, 5 maanden, hoor, is ook inspraak op mogelijk.
En wij hebben toen bewust, heel bewust gekozen om met een bestemmingsplan te komen. Want als we een bestemmingsplan hebben, kunnen we een omgevingsvergunning milieu kunnen we verlenen. En dan heb je ook veel betere toetsingscriteria in handen. Dat is de overweging geweest. Als je me nu achteraf vraagt, welke les heb je geleerd? En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk. Dan hadden we toen moeten starten met een gedoogbeschikking. Maar we hebben het juist niet gedaan om die volledigheid en ook juist de goede controlling points in je milieuvergunning, in je omgevingsvergunning milieu, zoals dat heet, om die daarin te hebben. En op enig moment zit je in een traject, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, toen zagen we, dit gaat tijd kosten. Over de omstandigheden die dat veroorzaakt hebben, zullen we het maar niet hebben, maar dit gaat tijd kosten. Toen hebben we heel bewust, en dat is ook heel goed met Jacobs gecommuniceerd, hebben we toch de omgevingsvergunning milieu verleend. Hij is niet van kracht, want dat kan niet omdat het bestemmingsplan er niet is, maar hij is wel verleend. En toen hebben we ook afgesproken met elkaar dat dat in die milieuvergunning, daar zitten dus ook de aspecten in, de punten in, waarop gecontroleerd en geïnspecteerd gaat worden. Controleren we dan voor die tijd niet? Zeker controleren we het. Maar ik heb ook al vaker gezegd, ja, wil je nog nauwgezetter kunnen controleren, dan omschrijf je in je omgevingsvergunning milieu waar aan moet worden voldaan. Het hoe is op zich nog helemaal niet zo interessant. Maar waar moet worden aan worden voldaan? Dat hebben wij gedaan. Om met name, want toen was er ook ongerustheid in de omgeving, om met name voor de belangen van omwonenden op te komen. Om te kijken, gebeuren daar wel de goede dingen? En kunnen we dat op de juiste wijze ook controleren en vaststellen? En dat is heel vaak gebeurd. Dus als er gezegd wordt, goed dat u opkomt voor de belangen van ondernemers, dat is heel mooi, dat is een compliment. Maar dat houdt niet in dat we niet opkomen voor belangen van omwonenden. Zeker niet. We hebben heel vaak geïnspecteerd, we hebben heel vaak gecontroleerd en we hebben juist met die omgevingsvergunning milieu, die niet van kracht kon zijn, maar wel is verleend en wat met Jacobs onderwerp van gesprek was van, ga er maar vanuit, hier controleren we op. En op een vraag die ik eerder heb gehad, stel nu dat je stelselmatig ziet dat er, ik noem het maar even, grove overtredingen zijn, wat doet u dan? Hebben we gezegd, dan gaan we die activiteit daar vooralsnog tijdelijk beëindigen. Oding, als daar grove overtredingen zijn. Alhoewel daar juridisch, en meneer, dat maakt het wel lastig, niet een juiste bodem onder lag, want je bestemmingsplan is niet. Maar we hebben gezegd, en dat hebben we ook wel eens gedeeld in het college, ja, hoe het ook zij, als daar significante risico's voor de volksgezondheid zijn, dat is steeds voor ons het belangrijkste geweest, dan zullen we daarop acteren. Meneer Oding mag zijn vraag stellen. Ja, dank u wel. Dank u wel, ook wethouder, dat u mij die gelegenheid geeft. Het was niet van harte, dat zag je wel. U gaf op een gegeven moment heel duidelijk aan dat u op een gegeven moment zeg maar, een communicatietraject gestart bent met de firma Jacobs. Vervolgens geeft u aan dat u zeg maar, wel degelijk op een aantal zaken en aspecten hebt gecontroleerd. Maar bent u ook proactief de communicatie gaan zoeken met de omwonenden? Dus direct vanaf het moment dat u wist van het gaat toch wel eens, het zou eens een lang traject kunnen gaan worden. Vanuit de gemeente is er veelvuldig contact geweest met en ik weet niet met welke omwonenden, precies met de omwonenden, die rapportage hebben gehad. En ik weet ook, en er is net ook melding van gemaakt, dat ook portefeuillehouder handhaving ook een gesprek heeft gevoerd met de omgeving. Ik zeg er ook bij, aan het eind van dat traject is dat vanuit mij als bestuurder niet meer geweest. En dat is een goed gebruik als iets onder de rechter zit, zeg ik maar even, dat we dan enige afstand daartoe bewaren. Ja? Even op die wijze geformuleerd. Meneer, goed. Nee, nu wil ik graag meneer Bak, want hij heeft ook een vraag. Dus voordat u weer doorgaat, wil ik graag meneer Bak. Ik heb twee verduidelijkende vragen. Ja. Eén, aansluiting op de vraag van de heer Oding. Maar hoe kan het dan zo zijn dat de omwonenden, u heeft vanavond ook gezien, dat daar zoveel frustratie is? Want daar eerst maar op, dan heb ik een aanvullende vraag op een ander onderdeel. Hoe kan dat zo zijn? Ja, dat zou je in eerste instantie aan de mensen zelf natuurlijk kunnen vragen, maar Ik denk dat het komt vanuit een stukje ongerustheid, ja, omdat er een opvatting heeft zich genesteld. En waar wij natuurlijk ook heel zorgvuldig iedere keer naar gekeken hebben, is datgene wat er gezegd wordt over gevaarlijke stoffen. Ja? Kan dat met feiten ondersteund worden? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk, ja, ik bedoel ook gedwongen door de rechter, laten we daar gewoon ook heel eerlijk in zijn. Maar is dat echt zo? Want u doet pas na 5 jaar
onderzoek naar volksgezondheid. En u zegt net dat u dat het belangrijkste vindt. Ik kan dat toch niet helemaal met elkaar rijmen. Dat is niet waar. Ook tussendoor zijn er naar aanleiding van de inspecties is er onderzoek gedaan naar stof. Ja? Is er onderzoek gedaan naar het weglopen van de rechtsstof? Nee, meneer Bak. Nee, ik wil graag dat de wethouder even de kans krijgt zijn antwoord te geven. Dan kunt u daarna nog iets... Kijk, als u mij de precieze data vraagt, dan heb ik het niet. Maar ik heb ook de vorige keer aangegeven dat steeds met de ons beschikbaar gestelde gegevens... Ja, daar moeten we van uitgaan, van die feiten. Wij... durfde te beweren dat er geen significante risico's voor de volksgezondheid waren. En dat is niet gebeurd doordat we met twee vingers in de lucht stonden, maar dat is gebeurd doordat er gedegen naar gekeken is. Dat, en dat was ook wat nogal wat hilariteit gaf in zo'n uitzending voor de televisie, van dat ik aangaf, ik ben het niet met de rechter eens, en dat mag in dit land, hè? Je mag in hoger beroep gaan en zo. En ik ben het met de rechter eens dat hij zijn oordeel heeft gehad, ik stel u in het ongelijk, dat kon ook niet anders, want het bestemmingsplan lag er niet onder. Maar de bewering dat u weet niet wat daar gebeurt, daar was ik het niet mee eens. Er was een verzoek, kunt u met aanvullende gegevens komen. Tuurlijk volgen we dat, die uitspraak van de rechter volgen we die op. En we hebben ook met vertrouwen dat onderzoek door touw laten verrichten. En uiteindelijk heeft u de uitkomsten waar kunnen nemen. Meneer Bak? Ja? Okay, en dat is nu precies waar het er zit, voorzitter. Ik hoef van de wethouder geen data te horen. Ik geloof ook dat de wethouder zorgvuldig is geweest en geprobeerd heeft een goed beeld te krijgen van het bedrijf Jacobs. Het punt dat ik probeer te maken is van, en daar heeft de rechter volgens mij ook iets over gezegd, maar ook in aanvulling wat door de inspreker zegt, van waarom pak je dan als je een onafhankelijk onderzoek gaat doen, niet de verbinding met de omgeving, zodat het onderzoek echt onafhankelijk is. Want we weten allemaal, de vraag stellen is de vraag beantwoord krijgen. Ja. Voorzitter, met zo'n suggestie kan ik niks. En of het nou over touw gaat of over draad, het maakt me allemaal niet uit welk bureau het is. Maar dit soort respectabele bureaus, die heel veel voor zowel het bedrijfsleven adviseren als voor de overheid, laten we gewoon een keer eerlijk zijn, die kunnen zich dat niet permitteren. Dus ik werp dat soort suggesties gewoon verre van me. Ja, ik wil me baseren op de feiten. En de feiten komen wat mij betreft uit waarnemingen. Er kunnen visuele waarnemingen zijn, dat kunnen onderzoekingen zijn en de laatste bevestiging die we gekregen hebben. En dan mag u allemaal iets vinden van de kwaliteit van zo'n bureau. Ik heb daar geen oordeel over. Ik zie dat het deskundigen zijn, dat ze gerenommeerde bureaus zijn. Ja, en ik neem de feiten die zij voor ons boven water hebben gehaald, daar wil ik van uitgaan. Want anders hebben wij als overheid bijna geen bestaansrecht meer als wij onderzoeken doen en we moeten elke keer... Moeten wij de uitslagen en de uitkomsten daarvan worden ter discussie gesteld? Zou ik zeggen van, dat is niet aan mij. Dus ik acht de uitkomsten van het onderzoek acht ik als datgene wat berust op ware feiten, op juiste feiten. Ja. Voorzitter, ik ga verder als u het met u goed vinden. Ik moet even kijken waar ik ongeveer gebleven ben. De vorige keer, toen we het hier behandeld hebben. Toen was er één woordvoerder, dat was de heer Bak namens alle partijen. En toen ben ik met drie opdrachten naar huis gestuurd. Ik zie een aanduiding dat er... er waren twee woordvoerders. Ja, maar toen ben ik met drie opdrachten weggestuurd. Dank u wel. Ik had u over het hoofd gezien, dat is niet makkelijk, maar toch is het gelukt. Drie opdrachten, dat was... Kom met een second opinie of kom met een alternatief voor een verkeersontsluiting. Kan u iets zeggen over... Als Jacobs wil groeien met deze activiteit, kan het dan op die locatie? En zou u eens kunnen kijken of daar ook een overkapping mogelijk is? Nou, voor wat betreft verkeer heeft u die situatie gezien. Na een eerste gesprek met de provincie ging dat niet al te gemakkelijk. Nadat wij een bureau hebben ingehuurd die ook eens een analyse heeft gemaakt, ging dat iets wat makkelijker. En ook uiteindelijk, en dat vond ik ook verrassend, heeft Rijkswaterstaat... En provinciale waterstaat en de provincie hebben gezamenlijk geconcludeerd. Misschien is er wel een betere ontsluiting. Nou, dat ligt nu voor. Een hele goede ontwikkeling. Voor wat betreft de overkapping hebben wij gesprekken gehad. En als je het proces zoals dat gevoerd wordt bij Jacobs, als je dat wil overkappen, dan krijg je delen met een hoogte van 22 meter. En is ook bijna niet te betalen en is ook niet werkbaar. Maar wat ik al zei, we hebben het hier over bestemmingsplan. Ja, maar in een omgevingsvergunning milieu geef je aan
waaraan een ondernemer moet voldoen. Ja? Maar niet hoe. Ja? Dus als je het in de grond zou willen doen, in een bunker, ja, dan, mits je niet allerlei andere verkeerde dingen doet, dan zou dat kunnen. Maar wij bepalen alleen waaraan die moet voldoen. Dus ga je boven wettelijke eisen stellen? Is het bedrijfseconomisch dan nog verantwoord? Wat, en dat zou ik nog wel eens met Jacobs willen bespreken. Er wordt het grind wat verwerkt mag worden op locatie Pol 1A, dat zit in containers. Ja, dat, als u daar geweest bent, heeft u dat gezien. Nou, misschien zou je voor verwaaiing of zoiets, zou je dat kunnen zeggen, kun je dat afdekken. Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ook uit onderzoek, wat touw heeft gehouden, blijkt dat uit het stof wat ze ter plekke en net buiten de locatie hebben proberen te onderzoeken, en buiten de locatie was nog wel wat lastig, maar met name op de randen van hun locatie, dat in het stof wat, ja, daar is aangetroffen, want die hebben natuurlijk altijd wel wat stof, daar zijn geen gevaarlijke stoffen in aangetroffen. Ja? Deskundigen beweren ook verwaaiing en grind en zo, dat gaat niet samen. Dus kortom, de noodzaak is er niet. De milieuvergunning vraagt het niet. Maar ik zou nog eens een keer aan Jacobs kunnen vragen, goh, zou je de containers ter plekke, zou die, is het ingewikkeld om die gewoon met een dekkleed af te dekken tot aan verwerking, bijvoorbeeld. Dat heb ik nog niet gedaan. Op de vraag, is deze locatie toekomstbestendig, is aangegeven door het bedrijf dat zij de Noord-Nederlandse markt bedienen, precies weten wat er ongeveer aan markt is, en dat zal alleen maar afnemen en niet toenemen. Het is niet een fors toenemende markt. Goed. Ja, volksgezondheid voor omwonenden, maar ook voor de medewerkers, kunt u die garanderen? Ja, dat is een lastige vraag. Als de ondernemer die straks een vergunning krijgt, hoop ik, ja, en verder kan met zijn activiteit, als hij die dingen doet die vergund zijn, dan zit dat er impliciet in. Ja. Dus dat is altijd een lastige vraag. Net als de vraag van, wij weten hier heel goed wat er bij dit bedrijf gebeurt, omdat we er heel veel zijn geweest, ook op verzoek van de buurt, ook op onze eigen instigatie. Maar hoe zit het dan bij andere bedrijven? Ja, er zijn bedrijven die hebben een milieuvergunning en die worden volgens een bepaald controleprotocol en ook nog in tijd weggezet, worden die gecontroleerd. Dus daar weten wij ook niet altijd wat er gebeurt. Even kijken. Ja, van 3.2 naar 3.1 bij verkoop, dat is gewoon heel lastig, dat gaat niet. Ja? Mensen mogen er ook rechten aan ontlenen. Ja, dat zou met uw eigen bestemming lastig zijn. En zeg je, u hebt nu een woonbestemming, als u het huis verkoopt, krijgt u een bestemming van een schuur. Dat zou ook wel een hele lastig zijn. Die mag ook, daar kun je ook rechten aan ontlenen. Ja, in de grindwereld zeg ik maar even, en dat hebben we van experts, maar ook van andere bedrijven, het bepalen of er veel, of een bepaalde mate van teerhoudende stoffen in zit, dat is heel veel visueel gecontroleerd geweest. Dat is ook geur schijnt een hele belangrijke te zijn, ja. Ik had het niet zelf kunnen bedenken. En wij hebben nu met Jacobs afgesproken, en daar hebben we nu ook de schriftelijke bevestiging van, dat wij toch vinden dat dat misschien wel wat scherper kan. En er is nu een, ik noem het wel een spuitbus, een soort marker, waar je wat op verschillende plekken kunt spuiten, en dan ontstaat daar een kleur of zo, wat aangeeft of het bij een bepaalde concentratie zit, of eronder zit, of erboven zit. Dus dat is, en dat hebben we ook meteen in de AO aangepast, in de administratieve organisatie, zeg maar, dat ja, een van de dingen is die men uit moet gaan voeren. Meneer Van den Berg, is het een aanvullende vraag hierop? Ja hoor. Ik zou wel veel vragen. Alle partijen die binnenkomen, die worden nu straks gecontroleerd met zo'n marker? Zo staat het wel in de procesgang, en dat is bevestigd door in een brief aan ons. En ik kijk even naar mijn adviseur. Ja, dat is bevestigd door Jacobs dat het op die wijze nu ook in de hele procesgang gaat gebeuren. En dus ook controleerbaar? En dus ook controleerbaar. Ja, de omgeving, tot de omgeving behoorden mensen die vanavond hebben ingesproken en die waren ook nog vertegenwoordigd van anderen. Plaatselijk belang hebben we contact mee gehad. Ik ben
Telefonisch heb ik regelmatig contact gehad met de voorzitter van de plaatselijk belang. Om hem bij te praten, maar ook om vragen van zijn kant te beantwoorden. En ik ben, ik denk, een week of vier geleden op een bestuursvergadering van plaatselijk belang geweest. Om daar uit te leggen hoe het zit. Ja, en wat er gaat gebeuren. En wat dat onderzoek, hoe dat aan de vork gestoken wordt. En ik heb ze geïnformeerd. Ze hebben ook de uitkomsten gehad van het onderzoek. Dus plaatselijk belang is niet vanaf het begin, omdat dat toen nog wat minder speelde. Maar met name de laatste drie maanden zo is hij volop meegenomen. Om ook, mochten daar vragen komen van burgers, dat ze die door konden geleiden naar ons. Maar dat ze ook zelf daar een reactie op konden geven. En ook voor hun eigen positiebepaling. Laat dat ook helder zijn. Voorzitter, nog een aanvullende vraag. Heeft het plaatselijk belang daar ook instemmend mee ingestemd met dit bestemmingsplan waar het nu voor ligt? Nee hoor, want daar gaat het plaatselijk belang niet over. Het plaatselijk belang gaat over de dingen die Balkbrug aangaan enzovoort. Maar die gaat niet over bestemmingsplannen. Dus ik hoop dat ze ervoor zijn, maar als ze er tegen zijn. Ja, het is aan u. U bepaalt hoe we omgaan met dit bestemmingsplan. Voorzitter. Als ik ja, mag. Kort, ja. Ja. Dit raakt wel heel erg aan het punt dat ik eerder probeerde te maken. Hè, van hoe gaan we dit dossier uiteindelijk tot een oplossing brengen naar ieders tevredenheid. En ik heb het woord verbinding vanavond genoemd. En ik hoor de wethouder, en dat wil ik ook even reflecteren, in geen enkele manier de verbinding daarin opzoeken. Want u geeft nu aan, ja, het plaatselijk belang gaat er niet over. Nee, maar het is wel belangrijk wat een plaatselijk belang vindt. Hè. Het erover gaan of er iets over vinden, dat zijn verschillende dingen. Omgeving mee laten praten, nee, ze gaan er niet over. Maar met elkaar de juiste richting aangeven, daar gaat het volgens mij wel over. En dat is volgens mij ook heel erg waar dit dossier over gaat. Voorzitter, de heer Bak interpreteert mijn uitspraak van zo pas volledig verkeerd. Wat ik heb bedoeld te zeggen, en dat zal aan mijn de manier van vertellen zijn hebben gelegen. Ik wil plaatselijk belang niet in een positie brengen dat ze keuzes maken omdat ik ze informatie heb gegeven. Plaatselijk belang moet zijn onafhankelijke positie kunnen behouden. Of ze nou voor of tegen zijn. Ja, ik wil ze die informatie geven die beschikbaar is. Dat zijn alle documenten die u heeft gehad, die iedereen kon krijgen. Die heb ik ze gegeven. Ik heb er uitleg bij gegeven wat het in juridische zin betekent. Maar ik heb ook gezegd, bepaal uw eigen standpunt erin. Ik heb alleen voor de verbinding willen zorgen dat zij de informatie, de feitelijke informatie, zoals een ieder van u die heeft, dat ze die van me hebben gehad en dat ze daar uitleg over geven. Maar ik ga niet over het standpunt, daar wil ik namelijk niet over gaan. Zo heb ik hem bedoeld. Oké, dan heb ik het op een andere manier ontvangen en zal ik waarschijnlijk niet de goede ontvanger zijn geweest, dus volgens mij begrijpen we elkaar nu. Ja? Heel goed. Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte vraag aan de portefeuillehouder rondom met name de milieuvergunning, waar we dan te zijn tijd mogelijk naartoe komen. Die geeft kaders aan waarbinnen het bedrijf zal moeten opereren of moet opereren. Maar begrijp ik het ook goed in deze situatie dat willen ze überhaupt kunnen opereren, de uitgangssituatie daar al reeds aan moet voldoen? Hier heb ik even opnieuw nog. Om ergens te starten met de bedrijfsvoering, dan moet natuurlijk de situatie om überhaupt te kunnen starten al voldoen aan de kaders van de milieuvergunning. Ja, kijk, in deze situatie was dat natuurlijk wat anders. Want er kwam een vraag voor, kunnen wij dit legaliseren? En dan zeggen wij, dat kunnen wij legaliseren. Ja? Want wij denken dat we daar het bestemmingsplan pas op kunnen krijgen. En dat was de eerste aanleiding. En in dat bestemmingsplan, dat is zeg maar deel 2, daar hoort een deel 1 bij, dat is de omgevingsvergunning. Normaliter is het zo, je maakt een bestemmingsplan en daarna krijg je een omgevingsvergunning, milieu. En dan wordt er gestart. Hier was een iets andere situatie, die overigens niet uniek is. Ja, we komen vaker dingen tegen, of het nou in de bouw is, maar ook in de bedrijfsvoering, dat we zien dat datgene wat men doet niet helemaal meer in overeenstemming is met datgene wat vergund is. Altijd de eerste vraag, kunnen we dit legaliseren? En in zo'n situatie is de stadssituatie natuurlijk nooit in overeenkomst met dat wat je in de omgevingsvergunning vraagt. En daar probeer je dus zo snel mogelijk te komen. Dat is dan de opgave. Met en dat hebben we in die tijd ook gedaan, heel veel controles. Omdat, ook in de grip. En bij sommige bedrijven moeten we eerlijk zijn, moeten we gewoon expertise huren, omdat wij niet de deskundigheid op alle terreinen van milieu hebben. Voorzitter, nog een kleine vraag aansluitend hierop. Als we dat nu nog niet weten, en dat is op zich niet erg, maar dat moeten we wel gaan weten. Wat is dan, moeten we
bekend hebben wat het verschil is. Wat moet er gedaan worden om daar wel aan te kunnen voldoen? Maar, wordt dat nog uitgezocht? Nee, maar nu weten we het en nu voldoen ze. Ze voldoen helemaal. Er is net een opmerking gemaakt over een weegbrug. Terecht. Met een weegbrug kun je heel nauwgezet zien wat komt erin, wat gaat eruit. Maar door de hele administratieve organisatie met facturen, stromen enzovoort, het is allemachtig veel werk, ook veel controlewerk, kan dat ook. Ja? Dus alhoewel het langzaam en zeker, hè, eerst zaten we, kon je globaal, en we zitten nu zitten gewoon op het niveau, en daar zitten we al een hele tijd, waarbij ze voldoen aan de verstrekte omgevingsvergunning milieu. Alleen straks wordt het makkelijker als je met een weegbrug. Straks kunnen ze het terrein zo inrichten, als dat bestemmingsplan er ligt, dan kunnen ze een bouwplan indienen om het terrein ook zo in te richten, ja, dat ze nog makkelijker kunnen werken op een manier die de omgevingsvergunning milieu vraagt. Nu kost dat heel veel inspanning voor het bedrijf, maar goed, dat zij zo. Ja? Mevrouw Van den Hoek, heeft u een korte aanvulling? Of? Dank u wel, voorzitter. Ik snap dat wanneer een bedrijf begint en het zich ontwikkelt, dat het kan gebeuren dat milieu, bestemmen al die technische termen, dat het dan niet meer helemaal past, dat je dan opnieuw moet kijken. Maar u zei net, we gaan kijken of we het bestemmingsplan passend kunnen maken op de uitvinding. Dat is wel wat u net zei. U kunt zich voorstellen, in alles wat u heeft gezegd, als zo'n uitspraak wordt gedaan, dat dat onderbuikgevoel dan opeens wel hele rare bewegingen maakt. Dat klopt. Wat ik bedoelde te zeggen is, bestemmingsplan 3.1 lag er. Daar mogen heel veel activiteiten, behalve het wassen van het grind. Van grind met een minimale vervuiling. Ja? En om dat passend te maken, ja, dat is even mijn vakjargon, hebben wij gekeken welke milieucategorie zou daar dan bij horen. Zijn we uitgekomen op 4.2. Ja? Daar kun je wel over discussiëren, maar wij vonden dat daar 4.2 bij hoorde. En dat bedoel ik met passend maken. En dan kijk je, kan er in dat gebied 4.2, dan moet je aan allerlei factoren voldoen. Die zijn bekeken. En dat hebben we in het principeverzoek, want er was ook nog wel een vraag over, onder andere een schriftelijke vraag van de VVD ging daar ook over. Ja, in dat principeverzoek, heeft u min of meer toegezegd dat het zou kunnen? Nee, we zeggen in het principeverzoek, we doen ons uiterste best om eraan medewerking aan te verlenen. Maar A, er kan een rechter tussenkomen. En B, het is ook altijd de raad. Dus dat voorbehoud hebben wij gemaakt. Maar we hebben zeker, want er werd ook een opmerking gemaakt van, ja, Prinsen, nou, ik heb hier niet zoveel te willen, maar Prinsen wil dat het doorgaat. Ja, we hebben dat ook nooit verstopt. Want we hebben vooral niet iets achter bosjes willen doen. Iedereen mag weten wat daar gebeurt. We hebben ook iedereen die daar vragen over stelde, hebben dat uitgelegd. En we hebben ook uitgelegd, vooral in het begin, waarom we dat met een bestemmingsplanwijziging gingen doen. We hebben nooit, maar ook nooit geheimen over gehad. Ik ga verder. Kijk, het is een beetje kip en ei verhaal als je het hebt van, nou zullen we het nog maar even weer voor ons uitschuiven. De besluit voor ons uitschuiven. Wij kunnen de situatie bij Jacobs legaliseren, dat is onze opvatting, als het bestemmingsplan er ligt. Ja, dat is steeds zo geweest bij de vraag, kun je dit legaliseren? Ja, dat kunnen wij. Maar het bestemmingsplan, ik zal het woord pas maken niet meer gebruiken, wordt daar een passend bestemmingsplan bij. Ja? Dus dat is kip en ei verhaal. Als je nu zegt van we gaan het voor ons uitschrijven, we wachten eerst de gerechtelijke uitspraak af, dan zegt de rechter, ja, u heeft geen passend bestemmingsplan. Dan krijg je waarschijnlijk dezelfde uitspraak. Dus om te kunnen legaliseren, of u moet met z'n allen zeggen, wethouder, waardeloos bestemmingsplan, het mag daar 3.1 blijven en verder doen we niks. Dan weten we ook wat daar gebeurt. Dan moet het grind wassen moet daar beëindigd worden. Als je het bestemmingsplan vaststelt over 2 weken, ja, dan hebben we aangetoond dat we het kunnen legaliseren. Hebben we dat aangetoond. En dan zal de rechter natuurlijk best nog wel een uitspraak ergens over kunnen doen. Maar dan hebben we in ieder geval aan dat punt voldaan. Dus een beetje kip en ei als je het niet doet, zegt de rechter, ja, er ligt geen passend bestemmingsplan. Dus dat is even een beetje, ja, op vragen die zo her en der geweest zijn, mijn antwoord. Meneer Rodemond, even, want we willen om 9:15 graag met de raad beginnen in verband met de onderwerpen die daar op de agenda staan. Ik proef een beetje uit de manier waarop de wethouder eindigt dat hij zo'n beetje door de vragen denkt heen te zijn. Nou, dat is uw verantwoording. Oh, nou heel goed, dan is dat niet zo. Dat is ook prima, maar dan weet ik dat nu. Is het een aanvullende vraag, meneer Rodemond, of zegt u het kan naar een tweede termijn?
Voorzitter, het is een aanvullende vraag en die gaat in op de redenatie van een kip en een ei. Omdat mijn beeld is dat de activiteiten al voor de verhuizing naar dit terrein plaatsvonden, hè, het Grindwassen. Dat vond volgens mij plaats in de kern van Baldenburg en is verhuisd naar deze locatie. En u zegt dan dat deze situatie is ontstaan zodat we uiteindelijk moesten gaan legaliseren. En eigenlijk is de vraag heel simpel. We kunnen mogelijk legaliseren, maar is het ook wenselijk om op dit punt te legaliseren? Hadden we niet eigenlijk gewoon wat we toen al hadden moeten doen, dit bedrijf op een geschikte locatie moeten laten plaatsvinden? Dat sluit aan overigens op de vragen die u nog niet heeft beantwoord en waarvan de beantwoording nog tegemoet zie. Voorzitter, aan de Zwolseweg, vorige locatie van dit bedrijf, vond geen grindwassing plaats, maar was al bezig met het halen van grind van daken, maar het werd ergens anders gereinigd. En het moest daar weg vanwege grindopslag enzovoort. Het past niet aan de rand van een nieuwbouwwijk. Ja, en hadden wij niet moeten besluiten dat dit geen passend bedrijventerrein is? Ja, dat zegt u. Wij vonden het als college, en dat principeverzoek was ook gewoon openbaar in die tijd, laten we daar ook helder over zijn. Ja, wij hebben toen een principeverzoek genomen dat wij vonden dat het daar passend was. Ja? En dan kunnen we nu wel terugredeneren. Had u toen niet moeten besluiten dat het niet passend is? Nee, wij vonden en vinden, laat het ook helder zijn, dat het passend was. Het was een bedrijventerrein. Het was niet een agrarische locatie of zo. Het was een bedrijventerrein, categorie 3.1. Ja? Dus wij hebben, rustig willens en wetens, hebben wij, nadat we een scan hebben gemaakt, hebben wij gezegd, dit bedrijf, en dat zeggen wij nog steeds, en het onderzoek wat we hebben, de feiten die daaruit naar voren komen, wijzen dat ook uit. Over kosten, herplaatsing, bedrijf. Ja, daar ben ik niet mee bezig. Dus zou ik niet weten wat ik erop moet zeggen. Dus daar ben ik echt niet mee bezig. Ik ga ervan uit, nog steeds vanuit, dat het bedrijf zich op de plek zijn werk kan doen zoals wij dat nu voorstellen. Wat zit er in de grond? Daar is het onderzoek van Touw is daar volledig helder in. Er worden wat verhoogde concentraties aangetroffen, maar die zaten in 2012, toen de provincie grondonderzoek heeft gedaan, voordat het verkocht werd aan de eigenaar hiervoor, zaten die er ook in. En er is dus geen significante toename van bodemverontreiniging. Voorzitter, met betrekking tot de kosten vind ik de beantwoording wel heel erg makkelijk, omdat het natuurlijk wel een van de alternatieven is als we niet besluiten tot legalisering op dit punt. Want er moet nog een besluit voor worden genomen, volgens mij. Ook al heeft u in de nieuwsmedia, net als ik overigens, het een en ander gecommuniceerd over uw standpunt daarin. Dus zou ik toch met nadruk willen vragen om wel wat aandacht te hebben voor mogelijke kosten wat betreft de herplaatsing van dit bedrijf. Want ja, als wij als raad zeggen nee, dit gaan we niet doen, dan moeten er toch andere zaken geregeld worden richting dit bedrijf. En laten we vooropstellen, en dat wil ik graag ook even benadrukken, dat mijn fractie niet voornemens is om dit bedrijf per se uit Balkbrug weg te halen. We gunnen dit bedrijf alle ruimte van de wereld, behalve deze, om precies te zijn. Dus graag eventjes wat meer serieuze aandacht voor de kosten die mogelijk gemoeid zijn met een eventuele herplaatsing. Voorzitter, dit gaat niet over serieus of niet. U heeft straks uw motieven waarvan u zegt, ik vind het bestemmingsplan hier op zijn plek of ik vind hem niet op zijn plek. En laat u zich dan door geld leiden? Ja? Is dan financiën voor u de drijfveer om te zeggen, ja, hij mag blijven zitten, want anders is het te duur? Ja, dus ja, ik houd dat gewoon verder van me. Ja, ik zou ook niet weten hoe we het zouden moeten onderzoeken. Wij leggen hier een voorstel neer. Ja, in een voorstel horen de financiële consequenties, als het financiële consequenties heeft. In dit voorstel horen geen financiële consequenties, want wij stellen als college voor om het bestemmingsplan vast te stellen. Als u zegt als raad in meerderheid, wil u zorgen dat dat bedrijf er weg gaat en kunt u ook eventjes opvoeren hoeveel geld dat is, dan is dat een nieuwe opdracht. Maar die voel ik nu niet. Om nou bij mij neer te leggen dat ik alleen mij door kosten laat leiden. Nee, u kwam ermee. Ik niet. Erg goedkoop. Het is een van de argumenten die ik heb genoemd volgens mij. En dat gaat onder andere over veiligheid, gezondheid, omgeving, milieu. Die heeft u ook aangetoond overigens. Niettemin laat ik me niet alleen maar leiden door kosten. Maar ja, zoals het hier gebruikelijk is, laten wij ons ook leiden door kosten. Want ja, we kunnen natuurlijk niet zomaar een ongedekte check aan het bedrijf meegeven, lijkt mij. Gaat u verder, meneer Prinsen? Ja, de ontsluiting, is dat een bommetje?
Hè, als die niet binnen een jaar wordt aangelegd. In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie kan uitstel worden verkregen. Dat kan, als men niet uit het ontwerp is. Of stel dat er net een paar werkzaamheden aanstaande zijn. Als het niet zo is en de heer Jacobs weigert, de firma Jacobs moet ik eigenlijk zeggen, weigert om over te gaan naar aanleg, dan heeft hij inderdaad een bommetje. Dan is het bestemmingsplan, wat is onlosmakelijk verbonden aan het bestemmingsplan, dan valt hij terug op 3.1. En dan gaat het grindwassen gaat dan niet langer op die plek door. Voorzitter, even aanvullend, want in de stukken staat ook dat de wegbeheerder kan bepalen dat er uitstel kan komen. Ja. Hoe moeten we dat zien? Ja, ik heb geprobeerd net het uit te leggen. Als u straks, stel nu dat je een half jaar later de N377 gaat aanpakken, dat je dan werk met werk gaat maken. Zo moet je hem zien. Ja, maar als het ontwerp klaar ligt en er zijn verder geen werkzaamheden, staan daar op stapel, dan moet het gewoon geregeld worden zoals bij het bestemmingsplan is gevoegd. Niet meer en niet minder. Dan is die termijn dus hard? Dan is hij gewoon hard, ja. Ja, kun je de situatie nog veiliger maken door verkeerslichten enzovoort? Wij hebben het bureau wat ook met ons heeft meegewerkt. Die hebben ook naar een nieuwe situatie laten kijken. En zei, zowel in de huidige situatie, zonder verkeersregelinstallatie, als met verkeersregelinstallatie is dit een heel goed ontwerp. En als de provincie niet de noodzaak ziet van een verkeersregelinstallatie, en als die straks niet in de aanbesteding de missie uitrolt als aanbestedingsvoordeel, ja, dan ligt die op ons bord. Ja, en als, ja, dat heb ik vaker gezegd, ik heb niet zo gek veel verstand van verkeer, maar als deskundigen beweren, en dat is nu ook een deskundig bureau, niet belanghebbend, zegt, de situatie in beide gevallen is voldoende verkeersveilig, dan wil ik me daar graag bij aansluiten. Volgens mij ben ik er nu de voorzitter. Ook even met het oog op de tijd, zijn er vragen voor de tweede termijn? Moet er een tweede termijn komen nu? Niet. Dan rest mij de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering kan, maar dat lijkt me evident. De vraag stellen is een beantwoorden, dat wordt een bespreekstuk. Dat is mooi. Dan leg ik ook nog even de vraag voor. We hebben notitie ecologisch bermbeheer. Maar ik heb net aangegeven dat we ook graag willen beginnen om 9:15, omdat het zo geprogrammeerd staat met de raad. Gaan we die. We hebben een aantal mogelijkheden. We kunnen hem over de raadsvergadering van vanavond heen tillen en hem aanvullend daaraan behandelen. We kunnen hem ook naar de volgende oriënterende ronde en die is gepland op 4 juli. Tillen, tenzij we denken dat we hem in 10 minuten kunnen afhandelen. Maar ik laat het aan de raad. Voorzitter, wat ons betreft, na 4 juli en dan zou misschien ook wel dezelfde avond al in de raad kunnen. Maar. Ja, dat zou ook kunnen. Maar, voorzitter. De portefeuillehouder is 4 juli op vakantie. Voorzitter. Maar het college is er wel, toch? Ja, dat neem ik ook aan. Dus het kan gewoon behandeld worden, wel of geen vakantie van de portefeuillehouder. Ik ga even de fracties bij langs, dat is voor mij het meest overzichtelijk en voor de Griffie denk ik ook. Het CDA, die wil naar 4 juli de O-ronde. De ChristenUnie. Nou, er zit een verhaal bij, het college heeft toegezegd om voor de grote vakantie met deze notitie te komen. Dat hebben ze keurig netjes gedaan, daarom stond hij vanavond ook voor mij op de agenda. Als je 4 juli terugkomt, dat is echt beter, want na het algemene beschouwen, en dat wordt toch al erg laat neem ik aan, hebben we hier geen fut meer voor en doe je ook geen recht om dit voorstel. Nee, eens, maar het is een mogelijkheid. Dus mevrouw Van den Hoek, 4 juli, de VVD, ook 4 juli. Nou ja, ik ga graag mee met de collega's. Echter wil ik wel even wat inzage krijgen in de drukte van de agenda op 4 juli, zodat we niet dan weer gedwongen worden om te verhuizen wat dat betreft. Ik heb een zweem van ideeën gehoord dat het een volle agenda gaat worden. Wellicht is het een idee, voorzitter, dat u naar de agendacommissie meeneemt dat er ook de mogelijkheid bestaat voor 2 sessies. Die zijn er al op 4 juli. En ja, alles kan, ook na de vakantie. Maar ik geloof niet dat dat weerklank vindt hier in de raad. Dus dat. Nou, in ieder geval hoor ik links van mij dat het geen weerklank, dat het niet in goede aarde valt. Ook wel aardig in dit verband, maar.
de Partij van de Arbeid. En ik wil ook nog even op Koerso. Nee, maar ga uw gang, mevrouw Luiten. Ik wilde net zeggen dat aangezien we al 2,5 jaar hierop wachten. Ik me natuurlijk weken had voorbereid op hopelijk het finest hour voor dit onderwerp. Nou kan ik mij best nog wat inhouden tot 4 juli. Maar dan niet meer tot na de vakantie. Dat gaat natuurlijk dan niet meer. Dat hou ik dus u opteert voor 4 juli, volle agenda's of niet? Ja, en op koers? Vol, ja. Op koers.nu kan daar ook 4 juli. Nou, dan concludeer ik dat het naar de oriënterende ronde van 4 juli wordt geschoven. Dan moet ik weer even terug naar de agenda van nu. Volgens mij zijn we bij de rondvraag beland. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Ja, er is op koers heeft een onderwerp voor de rondvraag. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van koers.nu heeft een aantal vragen gekregen. Er zijn een aantal zaken ons ter oren gekomen in het gebied Kloosterhaar-Bergentheim. Het schijnt naar verluid, moet ik zeggen, zijn daar een aantal agrariërs benaderd, actief door een commerciële partij, om druk te zetten, om in ieder geval tot overeenstemming te komen tot een mogelijk windmolenpark of parkje. Ik zou heel graag willen weten van het college, is het college daarvan op de hoogte dat daar op dit moment achter de schermen door commerciële partijen gewerkt wordt? En in de schaduw van die vraag, hoe dat ligt ten aanzien van de nabije toekomst in het communicatietraject naar de betreffende bewoners daar, in zijn algemeen, en de direct betrokkenen daar in die omgeving in het bijzonder? Ik wend me even tot de portefeuille houden. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Botter, ja, er is, zoals u wellicht ook weet, belangstelling met name vanuit grondeigenaren in dat gebied om iets met wind te gaan doen. Dat is wat ik ervaar en hoor. Die zijn ook, hebben ook diverse malen bij de gemeente aangeklopt van welke mogelijkheden liggen daar. Want we zien mogelijkheden voor een plan, een project. Maar we willen ook graag weten de kaders die u als gemeente wilt meegeven. Nou, dat is het kader wat wij volgens mij en jullie met elkaar gaan bespreken. Meer is het op dit moment niet bekend. Ik kan me voorstellen dat commerciële partijen daar graag een rol in willen spelen. Ook vanuit hun deskundigheid en ervaring. Maar tot nu toe hebben ze zich bij de gemeente gemeld. Zover mijn kennis reikt op dit moment. De grondeigenaren die hebben gezegd, wij willen iets, maar laat u ons weten welke mogelijkheden er zijn. Dank u wel, meneer de portefeuillehouder. Voorzitter, even een verduidelijkende vraag. Dat betekent dat u niet op de hoogte bent dat commerciële partijen daar al nu al bezig zijn in dat gebied? Ik persoonlijk niet. Dank u wel. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Dank ik u voor uw inbreng.